いやWat ben je dat nou? Deze is leuk. Ja? Is het slow motion? Ja. No every day. Dat met de trein te maken. Oh zo, ja! Ik snap hem. Heute schien ein Ersatzverkehr nach Frankfurt hoch. Die Bahn fährt Bus, denn auf den Schienen geht gar nichts mehr. Heute schien ein Ersatzverkehr durchs Oderland auf Exkursion. Der Bus ist voll, die Uni leer. Ich glaub nicht, was ich seh. Die Wertschips sind längst ausverkauft. Jetzt wirst du im Walde sprechen. Oh. Heute schienen Ersatzverkehr. Ich mach jetzt einfach mal eine Tische laden. Wichtige Dichte. Die Bahn fährt Bus, denn auf den Schienen geht gar nichts mehr. Heute schienen Ersatzverkehr. Probeer ook nog hoor. Auf Exkursion. Der Bus ist voll wie Uni leer. Es dauert wirklich nicht mehr lang. Nein, nein, es dauert nicht mehr lang. Es dauert wirklich nicht mehr lang. Dann ist geschafft. Es dauert wirklich nicht mehr lang. Es dauert nicht mehr. Voor je zeven kaartjes, hè? Ja, gaat goed. Heute Schienenersatzverkehr. Met je handjes zo. Naar Frankfurt. Nu heb je allemaal treinen. Ja. Treinfoto's. Ja, tuurlijk. Meerdere accounts die dingen seks gewoon hier niet. Wat? Heb je twee accounts op Windows 8? Of doe je het iedere keer overzetten? Iedere keer andere map. Of foto's. Want die hebben ook maar heel weinig icoontjes. Ja. Hebben die foto's zelf gemaakt? Nee. Gewoon gestolen van Google. Ja. Oh, dat is net de basis foto nu, ja? Ja. Kom, we gaan even genieten van de muziek. Haha, die muziek schrijft iemand ook. Nou, ik zie niemand typen in de chat, dus... Niemand? Nee. Oh, iemand heeft wat geschreven, hoor. Nu zie ik hem alleen met mijn eigen, wat nu schrijf. Ja, iemand heeft wat geschreven, haha, die net boven jou. Heute schienen Ersatzverkehr nach Frankfurt hoch. Die Bahn fährt Bus. Die mensen die wel schrijven, oh ja, nu zie ik het wel. Hoi, omzien. Heute schienen Ersatzverkehr durchs Oderland. Auf Explosion. Der Bus ist voll wie Uni leer. In Ersatzverkehr. Daar zijn we weer. Ja, wij rijden met de trein, de bussen die rijden gewoon niet. De trein rijdt gewoon weer verder. En we gaan met treinsimulator beginnen. 2015. We gaan in ieder geval beginnen in West-China. Gezellig. Ja, hè? Ja, zeker. Ja, kijk, de bussen hebben op dit moment een staking omdat ze Gangnam Style feest hadden of zo, ik weet niet. Ja. Dus daarom gaan we nu verder met de trein, helemaal in China. Zo. Nou. Ik ga met een nieuwe add-on rijden. Die is gisteren uitgekomen.
Dan, als het goed is, staat hij al in standaard was het. Ja. En dan gaan we een ritje maken van 48 minuten. Ja, short passenger gaan we doen. Ga je in China rijden? Ja, vanaf Chengdu naar Longsheng. Longsheng. Maar ik zie, zijn er nog mensen in de chat aan het typen? Ik zie het in ieder geval nu niet, maar... Nee, maar... Nee, er is niemand. Hij gaat nu laden, dat kan weer even duren natuurlijk. Ik zou even zeggen, iedereen die kijkt moet even wat schrijven. Als we een account hebben tenminste. Het gezoem wat je hoort van Quinn, dat komt van Quincy af hoor. Oh, ik mute mezelf. Dat is mijn trein die opstart. Oké. Nou, we hebben hem. Gaan vandaag short passenger rijden. Een vrij lange trein zo te zien. En ik vermoed dat we dan naar het beginpunt moeten. Het is de eerste keer dat ik deze rit rijd, dus. Dan gaan we hem starten. Aardig lange trein. Ja. Holy shit. We mogen maar 45 km per uur nu. Ik heb wel gemerkt van deze trein dat de remweg vrij lang is. Dan bedoel ik ongeveer 4 km moet je afremmen. Megagames schrijft... Hey, ik praat nu met mijn live account omdat ik met Megagames nog wat niet kan praten. Hm? Ik weet niet hoe ik... Omdat ik blijkbaar ben geband. Oh. Welke trein naast je rijdt je? Het? Ja. Het is wel grappig, ziet het eruit. Nou, het lang, hè? Ja. Ja, het is ook net zo lang. Is het langer dan jou, of niet? Nee, is even lang. Even lang? Nee, dit is langer volgens mij, want die heeft een dubbele coupé, zie ik. Geen idee. Ik ook. Ja, dan zou ik dacht dat je echt doorging, zo. Poeh. Ik ook. Hoi, Ed. Hallo. Taxi boy, die zat er net niet bij. Welkom iedereen. Nou, wanneer mogen we haar daar? Gassen met die handen, denken de mensen. Ja. Maar mag niet, want dan zegt hij weer speeding en dat gaat dan weer van je XP's af. En dan heb je weer wielslip en dan ben je ontspoord. Ja, zoiets. Kijk, het lijkt net of er een trein nu op me af gaat komen, maar die rijdt de spoor naast ons. Oh, dat gaan we zo zien, hè? Vier mensen die wat geschreven, die een account hebben. Mm-hmm. Oh joh, we zijn nou met z'n negenen. Record van vandaag. Oh ja. Hey, was het er? Hadden we die acht net was op? Vandaag, hiervoor was het record, was 8. Ja, dan hebben we nu 9 record. We gaan voor de 10. Oh ja, zeker weten. Kom op. We moeten nog meer reclame ergens maken. Ja. Voor 10, als je 10 kijkt, gaan we een dikke shout-out naar je doen. Onder 10. Onder 10, zo. Nee, we moeten de 10. Nou, 110 is nog beter. Ja, tuurlijk. Ah, nee, we hebben er maar 7 nog. Oké, we moeten niet meer zeggen. We moeten zeggen dat we er minder willen. Nee, wacht. Ja, dan gaan ze naar beneden. Dan gaan ze naar boven. Moet ik nou de hele weg 45 km per uur rijden? Ja, dan snap ik wel maar het een 80 minuten duurt. Oh nee, ik mag 100. Kijk, kijk. Oh. Gas met die handen zou ik zeggen. Ja, gaan we ook doen.
160 zelfs alweer. Zo. Oh joh, je gaat gelijk een heel stuk harder. Mm-hmm. Nou, leuk, maar hij houdt wel van gassen. Gas erop, ja, stroom erop in dit geval natuurlijk. Hou daar wel iets vast, ben jij wel Quincy? Nou ja, een klein beetje maar. Ja, het kan zijn dat hij ook wat hapert hoor. Oh, ben jij ook? Ja. Ik heb wel wat druk aanstaan dus. Ja, het plan was eigenlijk om het lange traject te doen, maar ja, als die 80 minuten duurt, dat is wel heel erg lang, vind ik. Dus we hebben de helft maar gewoon 40 minuten. Mm. Is hij bijna evenveel, dus... Nog best lang, 40 minuten. Mm. Ja. En het stond bij short passenger service, dus... Maar dat is ook weer de langste lijn in omzien in de stad, 2,5 uur, toch? Ja. Oh. Dat is lijn 40 in Stettin. Je mag ook wel heel veel objecten hebben. Ja. Dat je sterkers hebben. Dat is echt heel erg. Ja. Ja, je rijdt door de hele stad Stettin eigenlijk. Die Stettin die ik ook had. Ja. Ja, het is dan een soort uitbreiding dan weer. Ja, nou, ik vond die een hele leuke stad. Ja, dat kan. Pam, 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 pam. Het snelheidsduivel. Ja. Heb je ook een Stadler GTW? Wat betekent dat? Die heb ik ook. Dat is een kleine uitvoering van de Sprinter. Weet dat vraagt iemand. Ja, maar die heb ik ook. Stadler. Zo, dan mogen we ineens naar de 45 toe. Karren met die handel. Ja, 45. Nou, gaan we alvast een beetje afremmen. 45 plus, zei Ed. Ja. De trein die remt niet zo heel snel af. Ik wil geen wheelslip hebben, wil ik ook niet. Ik moet helaas denk ik even de stream afsluiten. Loopt hij een beetje vast? Ja, maar bij mij is echt mijn game, die wil niet zo goed helpen met... Oh. Die houdt er niet zo van als ik internet en allemaal andere dingen aan heb. Maar zoals we altijd zeggen, dat mag de prep niet drukken. Nee, tuurlijk niet. De remweg is natuurlijk zo lang omdat die trein ook enorm lang is. Iedereen moet vragen of het iedereen mensen gaat uitnodigen om mee te kijken. Oh, nou. Nee, ja. Dan moeten we vragen. Ja. Ja, ik zou zeggen, kom gezellig erbij. Nodig al je vriendjes en vriendinnetjes, je moeder, je vader, je tante, alles mag je uitnodigen. Ja. Je hond mag ze ook uitnodigen, van account samen aanmaken. Ik had elk huis zie ik wel. Iedereen is welkom. Ja. Kom op, Internet Explorer, Google Chrome. Ik heb geschreven iedere mens uit deur. Iemand schrijft mijn oma ook. Ja, waarom niet? Vraag of ze koekjes mee wil nemen. Tel wel, wacht, kijk eens. Koekjes. Er zijn er maar één meer. Ja. Dat was ik, jongen. Nee. Ik was... Ik ben helaas even uit de stream gegaan.
klak, 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 klak. Ed, man, je bent een snelheidsduivel ook. Ja? Zo schrijft iemand dat. Ben ik ook. Ik hou gewoon van doorrijden. Ja, maar soms heb je dat je moet inchecken dat iemand zegt dat het zal het te laag hoort te zijn. Ja. Oh jee. Ja, dat is toch goed. Ja, of heb je opeens een geit, in de tram, weet je nog? Ja. 7 kijkers. Doe maar. Nou, we zijn bijna bij het eerste station. Gaat de bus op de brug. Een bus op de brug, ja zo. Ja, maar wat is je eigenlijk Nou, misschien is het wel... Ik heb het niet zo... Ja, het is een kleine complicatie. Van, ik heb Ed al eens een keer het echt ontmoet. En dat was een kleine complicatie heb ik daarvan gemaakt. Maar ik wil geen reclame maken. Ja, compilatie. Ja, mooi. Snappen. Nog steeds niet veranderd. Nee, maar... Oh ja. Ja, sorry. Hey. Ja, ik geef niet. Ja, trams in Den Haag. Maar het was ook een complicatie. Want ze waren allemaal zo geranig. Ja. Ik hoop niet dat we de hele weg zo rijden. Met 62? Met 45 kilometer per uur. Dat is niet te hopen, nee. We hebben nog maar 5 kijkers. Oh. Mensen gaan natuurlijk eten. Ja, het is ook etenstijd. Maar ja, deze video komt ook op YouTube te staan, dus man. Roy, rustig aan. Hou de tranen bij je. Wat? Oh, ik dacht je een huil uitmaakte. Nee. Let me see you, Badia. Sneeuwpoppen. Ed LP, wie doet er mee? Samen maak jij een leuke Let's Play. Hoi Ed, schrijft een of andere, die schrijft Dick Dexy Boy. Ach, ik zeg maar even hallo terug. Ja. Hoi. Oh, ja. Hallo. Ed LP, doe mee. Was dat? Oh, was jij? Een trein. Net op, hey, iedereen doet mee. Zo. Dit is mijn treintje. Ed. Ja? Eigenlijk moeten we zeggen van, wanneer we de 15 kijkjes behaald hebben, doen we een giveaway. Een giveaway. Ja. Iemand daar mag daar live meedoen. Ja, nou netjes gestopt in ieder geval. Laat ook de binnenkant even zien. De binnenkant. 6 kijkers. Oh, het helpt wel dat ze dat zeiden. Ja. Nee. Kijk, het is altijd even meer op Facebook. Het is altijd even meer op YouTube. Want sommige mensen die hebben misschien geen tijd nu, dus die komen dan later. Dus sommige mensen denken nu van zo, vinden jullie 6 kijkers al veel? Nee, dat komt omdat heel veel mensen aan het eten zijn. Ja. Ik heb ondertussen even een screenshot gemaakt voor de video natuurlijk. Iemand schrijft een treintje, een heel groot treintje. Ja. Nog een keer zien. Hup. Ga ik hem even draaien. Busje komt zo. Nee, treintje komt zo. Ja, omsie doen we niet meer vandaag. Ik ga wel een let's test maken morgen misschien. Omsie 2.2, als die goed loopt. Hopen. Hoop het wel. Jij hoopt dat die vannacht al uitkomt, hè? Ja. Ik ga regelmatig kijken. Maar ja, ik ga maximaal 1 uur naar bed toe, dus... Blijf stream tot 1 uur, jongens. Blijf stream tot 1 uur. Maar ik denk, niet lullen wat doet, dus ik denk dat je niet veel kijkers hebt om 1 uur.
Nee. Ja, twee. Jijzelf en misschien Roy. Nee, ik niet. Ik ook niet. Ik ga weer vertrekken. Iemand schrijft, doe een Nederlandse route. Nederlandse route kunnen we misschien als wens doen. Yo, Ed, wil je nog wel even mijn e-mail e-mailen voor de texturen van Gouden Rotterdam? De Gouden Rotterdam texturen zijn heel moeilijk te vinden. Het is gewoon een kwestie van andere mappen downloaden. Ja, alleen haar vrouwtje die wil e-mailen. Voor mij lukt het echt ook echt totaal niet. Maar Ed-LP doet altijd mee. Ja. Dat liedje ook in mijn hoofd ook. Heb je vandaag nog een pauze, denk je? Ja, tuurlijk. Als ik ga switchen van treinsimulator naar Eurotruck. Hoe lang duurt dat, denk je, die pauze? Kwartiertje. Ja. Zal ik er een tekening voor maken voor je? Ja hoor. Dan gaan we dat even maken. Oh jee. Ik weet niet wat er gebeurde, mensen, maar... De trein is plotseling tot stilstand gekomen. ATB. Ja. Chinese ATB. Ja, maar hij mist een dingetje. Game over, Airwar. Oh, misschien heb ik door rood gereden. Oh. Wat zullen we doen? Deze overdoen of zullen we gelijk naar de volgende toe? Berlijn-Wittenberg. Denk je naar de volgende moeten, want misschien vinden mensen het niet meer zo leuk als je het twee keer gaat doen. Nee. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Het is de eerste keer dat ik deze rit rijd. Dus. Even kijken. Standaard. Niet boos zijn op Ed. Eerste keer. Eerste keer. Maar we kunnen de regionaal... Even kijken hoor. Nee, we gaan een passagiersdienst doen, hè? Sowieso. We gaan vanaf Berlijn naar Wittenberg. Oekie. Ja, ik weet dat ik reed door rood. Dat was hem dus. Ja, je kan nog terugkijken als je op YouTube staat, toch? Nou, voor me had inderdaad, er waren twee paaltjes met rode lichtjes. Oeh. Ja, dan snappen wij het hoor. Ik heb opgeschreven op dit moment als een kleine pauze van een kwartiertje. En dan? Daarna gaan we verder met... Eurotruck? Ja, wel. Eurotruck simulator 6. Zo. Ed. LP. Ja, Daan, ik heb inderdaad je e-mail. Verder gaan... met... Eurotruck. Eurotruck. Wel. Simulator. Kan het iets zachter daar? Bij wie? Weet niet. Ietsje. Ja. Ja, nu niet mij hoor. Nee, beter. Dank u. Sorry. Eurotruck is de best. Schrijft er iemand. Ik ben nu zijn grote fan. We gaan in ieder geval een traject in Berlijn rijden, lekker even gezellig. Ja. En ik ga nu extra op de stoplichten letten. Zeg ik daarbij. En dan gaan we. Oh ja, frontlights aan natuurlijk. Ja, zo, hup. Zo vaak rijd ik dus met treinsimulator, niet vaak nog. Zo vaak ga ik met treffen. Nou, wie heeft er morgen zin in school? Ik totaal niet. Nee. Vakantie veel te kort.
Ja. Ik hoor iedereen spontaan zeggen in de chat. Is dat goed? Ja, ik hoor ook een bus op de achtergrond, ik hoor een trein, ik hoor twee dingen door elkaar heen. Ik ben niet met een bus aan het rijden hoor. Oh, dan is het gewoon mijn computer. Ik rij nu 120 bijna. Zo. En dan zie je, heb je net zoals zo'n bordje om het hoofd gezien en dan ga je net als wissel. Ja. Eh? Ja? Ik heb er een gestuurd. Ja? Oké. Okay. Ja, voor de mensen die de trein willen zien even. Oh. Is het een gillende trein? Nee. Ja, ik dacht even dat hij een geeltje kon geven. Ja, ik hoorde het. Ja? Ja. Hij is dus binnen. Ja. Horen jullie me prima of dat niet? We horen helemaal prima. Ja. Eto. Ja, jij ook, Ed? Wat? Hoor je me prima? Ja, prima. Ik verstond hoor je me Boomba. Jij ook of echt naar mij? Echt naar mij? Denk het wel. Ik vind hard rijden zeker leuk. Is er niet te veel geluid achtergrond? Nee. Nee? Nee, valt mee. Het is echt een te sterke microfoon, dat is wel jammer. Ja. Ik weet niet of ik hem zachter kan zetten. Kijk, Oeh, ik kon nu al een ruis bij jou. Bij mij? Ja, het gaat steeds harder. Even wachten. Microfoon. Shit. Is het nu beter? Ja. Hoor je hem nu op de achtergrond? Wat zei je? Nu is het zeker heel erg. Nee. Oh. Helemaal niet. Ik hoor helemaal niks. Ik hoor helemaal niks, geen ruis ofzo bij jou. Goed. Ja. Wow. Even. Ik kan je zo ook horen in de livestream dus. Ja, maar ik hoor mijn eigen microfoon of nieuwe microfoon. Koptelefoon. En dan ga ik uitzetten. Ja, het beste is dan het geluid van die livestream even zacht te zetten. Ja. Wat is achter? Wat mij? Wat mij? Ja. Ja? Voor je helemaal goed. Luid en duidelijk. Kan je de achtergrond? Nee. Wow. Zo, dat is goed. Einen LP. Scania Simulator. Heb je die ook? Nee. Het is bijna hetzelfde als Eurotruck volgens mij. Ja, volgens mij. Ik heb Scania, alleen ik wil ook die andere hebben. Euro. DAF. DAF Simulator. Ja. Nee. Wat heb jij liever, Scania of DAF? Ja, dat is DAF bestaat niet. Nee, maar gewoon van een vrachtwagen. Ik ren nu een Volvo. Nee, maar dat heb jij gewoon liever het echt. Wat vind je mooier? Ik vind Scania mooi. En nee, DAF vind ik wel heel mooi. Echt? Ik vind DAF mooi. En jij Ed? Ja, ik ook wel DAF. Ja? Ja. Dat maakt niet zo uit. Ja, nee. DAF is maf. Ja, iedere maf rijdt in een DAF. Ja.
bekende uitdrukking. Zo'n droge humor hebben. Ja, nee, is een uitdrukking geweest. Is echt? Ja. Oh. Iedere maf rijdt in een DAF. Iedereen schrijft, Scania is mooi. Scania is verboden in dit channel. Nee, grapje. Dan moet je denk ik niet tegen Philip zeggen. Denk je wel echt? Nee. Die auto heeft Scania. Ja, die heeft Scania. Zeven mensjes. Nou, dan keer 10, nou, dan hebben we genoeg. Ja, zoiets. Ja. Dus kom op. Kom op, kom op, kom op dan. Wat zullen we gaan doen als er 50 mensen zijn? Kijk eens. Een rekenmachientje uitdelen. Nou, dat. Wat? Ik ook. Wat wil jij doen net als er 15 zijn? Ja, een vriendelijke handdruk. Ja. Nee, maar wat wil je gaan doen dan? Mag de 15e kijken wensen wat we rijden? In ons trein of gewoon waar? Of welk spel? Ja, welk spel nog? Zoek beïnvloeden. Oké. Okay. Zoek beïnvloeden. Zo. Nou, mens. Ja, die meneer is vrij wat. Dan ben ik de 15e. Dan mag je GTA spelen. GTA moet ik nog installeren. En de laatste die ik heb is San Andreas. Ja, eigenlijk IV zag ik. Heb jij GTA 5? Nee, hij heeft GTA 4. En jij? Ik heb GTA 5, maar niet op de PC. Ik op de Xbox. Ik op de PlayStation 4. Ik wil het Next Gen versie hebben. Ik ook, maar ik heb de PlayStation 3 en gelogen PlayStation 4, want ik wou het heel graag. Nou, ja, ja, zo. We zijn gedrog. Bedrog. Oh, ja, waarom zeg ik gedrog? Jongen, jongen. PlayStation of, Wat is het? Het gaat niet goed vandaag, mensen, met Train Simulator. Wat is allemaal dan? Weer ontspoort een of andere manier. Dat moet ik terugzien op de video. Wat moet ik doen? Grappig uit. Moet ik soms een quick drive doen of zo? Help me! Ik wil echt zien hoe het eruit ziet. Oei, Ed, wat doe je nu, zou je zeggen, even iemand? Gadver. Oei, Ed, wat doe je nu? Beetje ontsporen. Iemand schrijft ook. Ed en GTA, hoe zou dat gaan? GTA. Nou, de cartoon zien we uit bij combineren. Ja. Nou, deze gaat op zeker goed, jongens. Dit is een quick drive, dus... Als het nu weer niet goed gaat, ga je dan Eurotruck doen? Nee, dan nog even Nederland. Oké. Zou je vast wel gejuich horen? Hoi, hoi, hoi. 4 kijkers. God. Oké, we moeten voor dan zeggen, we willen min 15 kijkers. Meer of minder kijkers. En niemand reageert erop. Ik ga in ieder geval wel let's plays maken van Train Simulator 2015 hoor. Dus geen zorgen. Dit is alleen maar leuk voor de livestream en voor YouTube. De bloopers van Ed. Okay. Ja, nu het zegt. Bloopers van Ed. Wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie ervan als Ed? Ik heb iets mijn idee. Ik weet niet of Ed het ook zelf wil hoor. Compilatie, hè? Ja, dat... dat Ed een allemaal grappige momenten van alle simulaties. Ja,
zich. Ja, goed idee, doe dat maar. Ja. Ja. Jackson, Mississippi. Maar ik denk dat het dan een video wordt van 10 seconden of zo. Nou, ik heb veel momenten. Ja, ik denk dat jij ook al met heel veel gelachen hebt met Edward op video's. Ja, oké. Okay. Zoals dit ook. En toen hij in de sneeuw reed dat hij die bocht nam dat hij precies met de bosjes heen ging. Weet je wel, dat soort kleine dingetjes. Oh, zulke, ja. Dan is het dan een video van een uur. Ja. Video belediging. Nee, man. Pauw. Nee, dat is grappig. Dat is leuk. Hoort erbij. En top P. Rupert momenten. Doe jij mee? Ja, het belangrijkste is treinsimulator doet het gelukkig. Vorige keer deed hij het niet. Ja, inderdaad. Hij doet het nu wel. Ja, hij doet het nou. Mooi. Kabeljauw. Hij doet het nou. Ik ben echt flauw, sorry hoor. Ik ben niet vers, maar ik ben flauw. Vind die montage schrijft er iemand, ja. We zijn 40 minuten geleden al met treinsimulator begonnen en nog niks gebeurd. Ja, dit traject gaat goed, jongens, want dit is een quick. Ik ga lachen als je weer uit de bocht verliest. Ja. Jackson, Mississippi. Coming soon. Ja, coming soon, out now. Out now. Je schrijft ook. Vind die montage. Ja. Was je voor. Kan de telefoon hier naast me leggen? En iemand schrijft weer door rood. Ik zal optie gaan rijden. Oh, dus ik ben niet geschikt voor. Hij kan ook Eurotruck hoor. Dan ben je weer door rood heen gereden, jammer Ed. Ik denk dat je het minste kijkt hebt met trein, of niet? Weet ik niet. Oh. Ik heb ruim 300 kijkers gehad toen met de sprinter. Ja? Ja. En met optie? Iets meer, denk ik. 300 kijkers voor de sprint, dus kijk zo naar jouw livestream. Nee, gewoon YouTube video. Nou, dit is onze trein, een Regio Express rijden we. Wat vind jij leuker? Trein of ik? Omsie, ja. Ik vind erg druk. Jij bent tussen omsie en trein. En toen ik bij Ed ook Train Symmetric ging spelen. Ben je het snel al zat? Ja, maar zeg maar, wat vind je leuker? Toch, Ed? Ja, vertrekken, ja. Zeker. Bij Train Sim ben je best wel zat als je net de route hebt gedaan, dus. Mm, ja. Maar wat vind je leuker? Ja, natuurlijk Onsie dan. Ja. Ook heb ik hem gedeïnstalleerd. We rijden trouwens vanaf Hannover Hauptbahnhof naar Hannover Vlughaven. Eindvlughaven. Vlughaven. Vloghaven? Vloeg. Vloeg. Zij in die tijd. Rijden op de S-banlijn. Ben je nou door rood gereden? Nee. Oh. Gaan we niet doen. Ik dacht dat net een rood stoplicht stond. Nee. Andere, was die dan? Dus de andere kant. Oeh, achtergrond. We zitten in een restaurant. Zullen we gewoon voor de grap eens vragen? Maat. Wat iedereen leuker vindt, trein, omsie of hoe heet het nou? Eurotruck. Euro. Zullen we het voor de grappers vragen? Ja. Oké. Okay. Wat is leuker, omsie? Truck. Ja, dat horen ze ook hoor. Ja, weet ik, maar ik vind het leuk om te schrijven. Het komt af en toe een beetje later aan. Ja. Wat? Moeten we nog de stations omroepen of niet? Nee. Shenzhen Hans. Druk en omzie. Hannover. Iemand schrijft druk en omzie. En dan schrijven ze erachter, moet het er één zijn. Oké, en ja, ik zeg gewoon, doe maar één. Eén, kijk wat die nou schrijft. Ik wil bijna schrijven 21. Welke trein? Je weet rondjes om de rotonde aan te rijden. Omzie. Even kijken. Nou, dan gaan we nu lekker Eurotruck spelen.
Robin. Hij zit net op de S-baan aan. Ja, hij is net aan het rijden. Ja. Ja, maar ik vind dat prima, maar ik volg het gewoon even de grap. Nee, ik weet het beter wel. Nou. Mijn dame en heren, station Hannover Noordstad. Kan het wel hoor. Rijden jullie in China of wat niet? Nee, in Duitsland. En Duitsland. Oh. Je schrijft is ook goed Eurotruck, naar jou denk ik. Hey, kijk eens aan. Is Megagames nog altijd bij jou? Hm? Megagames is zijn naam inderdaad veranderd, want die jongen was geband. Ja, waarom? Nee, maar is hij er altijd bij jou? Niet dat bij elke livestream. Dat zou best kunnen. En we gaan weer vertrekken. Supersnelle trein, Dave. Trek lekker snel op. Ja. Quincy is baas, schrijft iemand. Eurotruck is baas, schrijft Quincy. Nee, dat schrijf je niet, zeg je. Ja. Ho! Dat geluid van mij ook, hè? Ho! Ja, dat was wel heel erg, ja. Nee, nee, dit is de eerste keer, want ik... Wat? Huh? Want ik ken jou. Want bij de andere keren was ik niet thuis. Oké. Wat? Dus je volgt wel ze... Oh, dat is leuk om te weten. Hij volgt ze wel, maar ik was elke keer niet thuis. Ja. Nou, dat kan. Nou, dat is heel jammer, want nu ben je geband. Nee. Nee, hij is aardig. Gelukkig is hij er weer. Ja, ik ben er blij mee. En wie nou geband heb, ik weet niet. Maar misschien zijn we gehackt geweest, dat kan ook tussendoor, omdat hij al raar deed. Ja, maar hij is gewoon hoor. Toch? Ja, ik vermoed dat we gehackt waren. Denk je? Ja. Zou dat kunnen? Ja, tuurlijk. Ja, dat zou gewoon kunnen. Maar in zo'n kleine tijd. Ja. Dat zijn mensen die niks te doen hebben, maar ja. Laat ik maar niks zeggen, anders heb ik het straks gedaan. Zeg maar. Nee, ik zeg het niet. Van dat mensen niks te doen hebben in hun leven die dit hacken. Oh. Maar straks zit er iets anoniems in mijn scherm. Ja, daar ben ik niet zo blij hoor. Au! Zo. Ja, iemand schrijft, kan je misschien mijn andere account inbellen? Maar ik weet niet hoe dat moet. Jij wel? Ja, zijn oude kanaal moet ergens in de log gegeven staan. Maar dan moet dat moet de app dan doen, denk ik, want ik weet niet hoe dat moet. Ja, maar dat is allemaal ingewikkeld, dus ik denk dat het nu niet meer mogelijk is. Maar dat is waarschijnlijk voor vandaag alleen dat hij geband is, denk ik. Nee. Nee, want anders zou die nu ook wel ongeband zijn, toch? Want de stream is toch gestopt. Nee, maar gewoon voor één dag, denk ik, 24 uur of zo. Ja, zou kunnen. Komt alweer goed. Het gaat morgen ook weer live streamen. Nee. Shit. Ik had hier moeten stoppen. Oh, Ed. Ik had hier zeg niet, stoppen. Je bent niet geschikt voor de trein, hè? Machinist. Nee, we gaan verder. Sorry. Ja, iemand schrijft nee voor even. Geband. Die ene. Ja? Ik hoop het voor. Nou ja, ik hoop dat het voor even is, laat ik het zo zeggen. Nee, niet voor altijd. Maar hij schrijft nee voor effer. Ja, voor effer, nee, sorry. Oh. Koop het. Oh. Sorry, mijn excuus, ik verstond voor effen. Oh, hij schrijft ja, sorry, ja. Hier moet ik stoppen. Hup, ik ga nu allemaal vast remmen een beetje, want... Hij moet nu huilen. Oh jee. Dat schrijft hij. Stomme hackers. Oh, ik moet steeds lachen om die reactie net te kopen. Hier stop ik welke wacht. Oh, geintje zegt hij.
wist hem wel. Niks te harde stellen. Vinci. Ja. Nee, Finborst. Oh, Finborst. Finkorst. Twitch is echt raar. De laatste tijd. Wie? Twitch, heel raar. Ja, Frits. Deurtjes gaan open. Twitch! Oh, dat is een Frits. Ja, Twitch is niet zo heel goed. Nee, hè? Nou, je kan ook via YouTube livestreamen, maar dat is een heel gedoe. Ja, via Hitbox. Dat ken ik niet eens. Ik ook niet, maar Twitch is wel leuk. Via YouTube. Ja, dan moet je eens kijken. Dan zien ze natuurlijk geen abonnement. Wie is er zo aan het snuiven? Nou, weet je niet, hoor. Maar dan weet je... Ik niet. Dan weet je tenminste... Ja, dan gaan we weer verder. Ja, dit is een stuk wat grappig is. Zo ja. Hé? Ik ja. Niet. Nee, net. Hoe dat zei. Nou, ik ben er niet van gediend, hoor. Wie zegt dat? Ik. Waar ben je niet van gediend? Weet ik niet. Oh. Ik heb er niks aan verdiend. Oké. Even kijken, iemand schrijft WD stoppen, het stoppen. Nee, dat is niet. Nee, dat is niet moeilijk hoor. Via YouTube waarschijnlijk schrijft hij dat. Dat is niet moeilijk via YouTube, schrijft iemand. Nee. Zeg maar even hoe het moet dan. Kan je een tutorial in de chat? Tutorial, ja. Yeah. Tortural, oh my god, waarom zeg je tortural? Ja, ik weet niet wat je... Oh, wat heb ik vanavond? Tutorial, ja. Voor mij is dat wat van die kroket, die ik net heb gegeten. Ja, het is niet helemaal goed. Mistal te stellen, lange hagen, witte... Iemand heeft je kroket gehackt. Ach, god. Ja, het snapt hem, hoor. Zo. Oké, lekker. Ik sta in de file in de Eurotruck. Oh ja. Ziek heb ik eigenlijk al die auto's gerand, maar ja, dan moet je nu niet meer op letten. Sinterklaas. Wie kent hem niet? Trokettenhackerste, zegt iemand. Ja, voor mij was het gewoon een mosterd gehackt. Ja. Ah, lusje mosterd? Ja, dat heb ik toen ook gegeten bij Ed. Ja. Een bakje vol mosterd. Ik heb niet alles gegeten, alleen een bakje vol mosterd. Ja. En lekker met... Op de voet bij Ed. Nee. Man, wat ik drink is water. Nee. Nee, ik kreeg koffie en dat was lekker. En appel, dubbeldrank was ook lekker. En vooral die borst, en niet doordenken. Maar ja, hoe die loopt het meisje? Beetje over elkaar heen, lijkt net een paard. Zo. Meisje, even gedag gezegd. Doordenken, joh. Je begint er gelijk om rot te slaan. Zo, we zijn wel mee in de avond. De mosterd was te sterk voor de kroket, schrijft iemand. Ja. Nou, we zijn wel op dreef vanavond, jongens. Ja. Waarom bezwaar je nou uit? Nou, voor die vrouw, ja. Oh, een beetje laat. Oh, wacht, nee, nou maar. Komt een beetje laat aan. Komt helemaal goed in YouTube. Ja. Komt onze stem er ook bij? Natuurlijk. We gaan lachen, joh. We gaan echt lachen. Ja. Ja. Als we dan terugkijken, gaan we echt lachen. Ik denk niet dat ik anderhalf uur terug ga kijken. Of, nee, maar ik skip een stukje hoor. Ja, ik ook. Niet staan te stellen, lange hagen, per de markt. Dat stukje, dat grappige stukje ook wel zien, is dat hij is ontspoord met de trein. Oh jee. Ja, niet zo'n belediging of zo hoor. Nee. Maar ja. Het grappigste stukje. Het grappigste wat er is ook zien. En die droge reactie van ja, dat is beter voor. Oh, nee, want ik ga rond 8 uur ga ik een café kijken.
Ja, ik wou, als we die Eurotruck hebben gedaan, dan ga ik ook even weer op iemand, even wat anders doen ook. Hmm. Oh, mensen betalen nog steeds, dus super druk. Ik heb hierna nog één station te gaan. Krijg jij het geld van je server? Ja, ik krijg, nou, het is eigenlijk een server waar ik in werk, zeg maar. Ik wil geen reclame maken hier, het is meer een Minecraft, voor mensen die Minecraft spelen en Ed speelt geen Minecraft. Nee. En je krijgt er geld voor? Nou, ik krijg geen geld voor. Mensen betalen geld. Oh, dat krijg jij niet? Nee, dat wordt dan betaald aan de server en aan de belasting en zo. Oh. Mensen denken echt zo van, wat moet ik hier nou mee? Het is altijd lager, zegt iemand. Lager. Laag. Het gaat eer. Het is altijd lager met Ed. Oh, iemand vraagt eens een keer Minecraft spelen. Nou, ik denk dat Ed dan eerst 20 euro moet uitgeven aan een account. Ga ik niet doen. Nee. Nee. Ah, Minecraft is wel leuk hoor. Ik zie Ed het wel spelen, maar ja. Nou, ik niet. Ja, het is heel droog ook, Minecraft. Dus ik denk dat het wel gaat spelen hoor. Denk je, ga je het echt spelen? Nee. Nee joh, maar... Yes. Als hij het zou doen. Ik zie Ed al voor op de webcam met zo'n Minecraft hoedje of zo. Ja. Ik ben wel verschrikkelijk lachig, hè. Wie iedereen. Gaat duwt hij zijn stoel aan de kant? Gaat hij helemaal met zijn zwaard zwaaien? Nou, maak hem dood! Hij zei gewoon, hoe heb je Ed leren kennen? YouTube. Ja. Ik heb Ed leren kennen via een dating site. Nee. Ik heb Ed via ook jullie YouTube en ik had hem eens een keer gecontacteerd. Nou, dat is helemaal goed. Toch? Ja. Sneller, kom op. Even sneller nog. Laatste stukje even hard. Nou, welke scenario gaan we zo meteen? Duitsland, Nederland? Nederland. We kunnen even met de Stadler rijden. Ja. Op verzoek van de kijker bedoel ik, sorry. Of je gaat in de chat vragen wat iedereen wil kijken. Wil kijken, ja. Naar welk spel die wil kijken. Dat kunnen we ook vragen, toch? We willen Call of Duty! Of niet, hè? Nou, in ieder geval nog één scenario van deze. Ed's willen Call of Duty Zombies. Oké, zullen we vragen wat scenario Eurotruck willen naar Train Simulator willen zien? Ja, dan eigenlijk zouden we dan Eurotruck. Ja. Eurotruck, na Eurotruck. Oh, dan ga je er toch niet meer bij. Zo laat. Ja. Het is 19 uur al. Ja. 19 uur? Ja. Maak er maar 18 uur van. Nee hoor, het is 19. Oh, ja, jammer. Dan hebben we extra wintertijd, kun je zien. Ja. Ed op E, wie doet er mee? Ed op E. Wel, ben je bij het ijsstation, Ed? Bijna. Rijd er net op, zo'n beetje. Denk je dat die andere een uur gaat duren? Nee, minder. Oh, dus dan ga je... ben ik er toch nog een stukje bij. Ja, bij Eurotraak. Oh, iemand wil IKEA-simulator, Ed? IKEA-simulator? Gaan we spelen. Dat is een oude mannen-simulator. Maar ga je Eurotraak, ga je IKEA vervoeren. Oké, dat is een oude mannen-simulator is in de bus gaan, dan denk ik dat je saldo toch laag moet zijn. Was toch logisch? Nederland met de GTW spurt. Connection breng. De spurt, ik denk dat die kan ook Arriva, hè? Dat zo zeggen ze. En waar zullen we dan rijden? Huh? Oh, Nederland. Nederland. Midden-Nederland? Ja. Heb ik. Misschien leuk van, nee, Utrecht is heel vol lek. Natuurlijk misschien met de stream ook erbij. Hmm. Ga naar Utrecht. Heb je Utrecht? Ja, natuurlijk heb ik die. Body spelen?
Ja? Ja, dat het enige nadeel is dat het een klein beetje gaat haperen dan, omdat het heel veel treinen er elke aankomen. Precies, echt zo vet, denk ik. Utrecht naar Arnhem? Ja! 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 Met een zo! Stadlijn. Met de trein, hè, van Utrecht naar Amsterdam, die gaat 20 minuten, hè? We gaan met de bus. Ja. Wist je dat? Ooit is het een RZ-verkeer. Wist je dat, Ted? Wat? Met de trein vanaf Utrecht naar Amsterdam is maar 20 minuten, hè? Ja? Gaan we doen, toch? Ga je ook naar Amsterdam? Nee. Nee, die is er nog niet. Vanaf Utrecht, toch? Ja. Wou je naar Schiedam Centrum? Wil jij Schiedam? Wil jij Schiedam? Nee, Schiedam Centrum, maar ik woon een stuk verder. In de Ed hoef ik maar een kwartiertje, nou een frekke... ja, een half uur en een kwartier hoef ik mijn Ed te rijden. Een half uur en een kwartier, je bedoelt 3 kwartier dus. Oh, dat is een faalmoment. Bedoelde je dat? Ja, een half uur en een kwartier. Ja, ook nog met de tram in Den Haag natuurlijk, hè. Ja, maar dat was heel snel. Ja. Een half uur en een kwartier. Nou, ik wil je zeggen, toen ik wegging, Roy. Ja. Toen ik naar Ed wil gaan, maar reden er nog geen bussen, dus ik moest helemaal lopen naar het centraal station. Maar het was wel snel gedaan, hè? Ik was een beetje aan het joggen onder bussen. Ja. Toch, Ed? Ja. Ed ook. Was hij ook aan het joggen? Nee, ik kwam zelfs later. Ja, het komt nog steeds te laat. Ik dacht, vanavond vind ik wel jammer. Vind ik zonde. Ja, maar ja. Ja, Ed ging vertrekken toen ik 2:30 van Den Haag centraal aankwam. Ja. En ik moest nog met de tram daar naartoe. Waar lachen we nou eigenlijk om? Nee, nog niet. Ja. Met Spurt Connection brengen. Ja, die gaan we op zeker doen. Gaan we vanaf Utrecht naar Arnhem. Arlam. We gaan naar Arlam en dan gaan we terug. Ja. Zo. Het is er? Ik hoorde in de stream. Hoorde ik jou. Sorry. Echt heel erg. Ja, kom op, trein simulator. Je lijkt wel 2e omzien met je laden. Duurt ook al zo lang. Waar staat dat omzien? Jongens, ik denk ook echt, we moeten even op, even mijn mute doen. Ik ben echt gewoon tevreden. Waar staat omzien eigenlijk voor? Weet ik niet. Omnipretent situation server 2. Je vergeet de I nog. Ja, ik omzie Sandreas installatie 2. Hou maar op, want ik weet niet meer wat je bedoelt. Ja, dat is onze trein. Brain Connection. Die brengt je naar Arnhem. Brain Connection. Wat zeggen de mensen allemaal in de chat? Even kijken. Nou, mijn matrix blijft voorlopig nog blanco. Verder niet echt wat. Licht aan. This is my high school, the shadow. Zet hier, halleluja. Maar 56 kilometer. Ja, is dat zo? Ja, het staat er. Hallo. En de deurtjes gaan dicht. We were my girl. We gaan heel even netjes doen ook. Hup. Eieren zijn klaar. Quincy is een girl. Nou. Wow. Zo, gaan we. Waar is muziek erbij, zeg je man? Wat? Geen muziek erbij? Ik ben schrijf gratis muziek erbij, ik weet alleen bij wie je dat hoort, maar... Ja. Wie heeft de muziek overstaan dan? Ik niet. Ik ook niet. Jij, Quincy?
mag maar 40 hier, ja. Quincy's cute. Ik bedoel weg. Mute. Oh ja, zo mag mute. Ja. Ik heb in ieder geval geen muziek aanstaan, mensen. Of iemand begon te zingen. Hm. Boom, boom. Drempel. Boom, boom. Drempel in de rails. Iemand moet even eten, dus gaat nu weg. Zo laat nog. Ah, is eigenlijk valt best wel mee. Ja, valt mee. Ja, en dan gaan we 80 rijden. Quincy? Ja, die is even bezig. Boem de boem de boem. Over de wissels heen. Boem de boem de boem. We mogen dadelijk 90 rijden en daarna 140. Hoe lang duurt deze route? Deze route, nou, ik denk een half uurtje, als alles mee zit. Nu nog een half uur? Ja. Alles mee zit wel. Oké. Voor de mensen die het willen weten, met u kan je het systeem aanzetten voor snelheid. En als je op de 10 gaat zitten, dan komt hij op de automatische cruise control te staan. Mag 140, dat is mooi. Boe. Daar is Quincy. Jammer, hè? Miste je al. Echt niet. Nou ja, ik wel. Hartstikke leuk zo. Ja. Willen we vaker zo'n livestream maken? Nou, willen we wel. Ja? Ik kom morgen lekker bij je langs. Ja, dames en heren, volgende station is Bunnik. Station Bunnik. Ben je Bunnik? Ja. Wat zei je nou net, Quincy? Nee, ik zat even in mijn stream van mijn eigen filmpje te kijken. Dat die bal bijna. Wat? Waar hadden jullie nou net over? Dat ik er weer was. Dat vond Ed heel jammer. Oh ja. Morgen gaat Jimmy Jimmy naar New York, hè? Ja, nou, mag ik een ticket mee? Ik ga in je koffer. Wie? Ik niet hoor, ik ga niet naar New York. Ja,
Lien zegt tegen jou, Ed, ik heb bij deze routes allemaal gele textuur. Hoe kan dat bij, heb bij alles geïnstalleerd? Dat zou ik even niet weten, want ik heb ook een deel van Nederland en daar heb ik geen rails. Dat is ook weer zoiets raars. Nee. Zweven die treinen boven de grond. Ja, Jim, Jim, weet je wie dit is? Nee. Jij ook niet, Quincy? Nee. Ik weet eigenlijk ook niet wie het is. Ja, we gaan weer verder. Jol, maar wat. Wanneer komt Euro Truck Simulator 2? Nou, die is er toch al? Ja, ik denk dat die bedoelt de livestream. Oh, ja, dan wachten we even tot hij zegt. Doe je de livestream of het spel? Even kijken wat hij zo gaat schrijven. In ieder geval naar deze route. En we even een kleine pauze, omdat ik dan mijn stuur weer even naar voren moet gooien. Mhm. Dus de livestream, ja, die komt zo meteen. Die komt over een half uur. Ja. Je hebt nog drie kijkers. Drie kijkers, toch? Ja, deze video's worden eigenlijk gelijk geüpload op YouTube dadelijk. Ja, vier kijkertjes. Allemaal hebben ze een account. En dat wil zeggen zonder intro. Allemaal zonder intro, mensen. Je hoort het. Gewoon gelijk, vers van livestream. Vers van de Twitch. Jongens, ik ben even mijn huid kleur halen. Chocoladevla. Tot zo. Tot zo. Maar sorry, heel veel random. Mag ik misschien nog een Twitch linken? Ik ben Paul gekwijt. Oh. Wat is er? Een Twitch linken, mag ik die even nog? Nee, die wel hoor. Nou. Ja, ik stuur hem even door. Nou, doe maar. Ik ben helemaal klaar. Oh, chips. Ik ben weggedaan. Oh, nee! Oh, echt? We zijn al 1 uur en 17 minuten aan het praten op het andere channel. Op ons eigen, terwijl we nog met elkaar aan het bedden waren. Ja. Hoe lang? 1 uur en 16 minuten bij mij. 1 uur en 18. Ja, iets voor 6 heb ik Quincy aangeklikt. Nou, hoor eens iets op! Nee. Ik heb hem al gestuurd, hoor. Maar echt niet. Ik moet alleen nog op enter drukken nu. Ja, klik even op enter. Ik ga er heel langzaam naartoe. Oh god, joh. Hey, ja, wil ik hem niet meer. Volgende station, Driebergen. Mag je niet zeggen tegen mij? Wat een grapje. Oké, nou is het goed. Hey, wat schreef je nou nog? Oh, is niks. Is dat er? Nee. Ja. Nee. Domme, ja. Oh. Dat raak je naar het ook, hè? Heerlijk, ja. Oh. We zijn nu in Driebergen Zeist. Zeist? Ja, daar woon ik vlakbij. Nee, joh. Nee, niet heel vlakbij, hoor. Tijdje ervan af. Ja. Wat vind jij Eurotruck? Ja. Wat ga je Eurotruck doen? Alleen missies? Ja, hè? Ja. In welk land? Duitsland. Geen Nederland of heb je die nog niet? Nederland heb ik ook, maar die is klein. Kijk, hier zit een connection bus rechts van je. Waar? Ziet hij de... Nu hebben bij het station. Ja. Is hij mooi? Nee. Kan je me laten bekijken vanaf buiten? Helemaal dichterbij of lukt dat niet? Heel dichterbij. Ik hoop dat het is. Wil ik wel zien. Het is Berghof. Harmonica. Wil je hem laten zien? Ja. Oké. Nou, hier loopt hij nog een beetje achter. Maar ja, heb je een beetje een idee van hoe die eruit ziet? Welk? Oh, dat is echt heel lelijk. Ja, hè? Helemaal getekend. Rijden ze ook echt of dat niet? Nee, volgens mij niet bij deze. Oh, ik zag een connection bus. Ja. Ja. Die ik even zien aan Roy, hij wilde hem even zien en aan de kijkers natuurlijk. Blink, 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 blink. Waar kom je eigenlijk vandaan? Quincy. Nederland. Oh. Nee, ik dacht misschien kom je ergens anders vandaan. Omdat je zei ik ga even mijn kleur pakken. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland.
Wel. Maar ja, ik heb hem nu helemaal bruin. Maar dan kom ik in de zonnebak heb gelegen. Nee, grapje. Mijn vader was bruin, maar ja, dat is allemaal privé reden dat hij weg is en zo. Dat ga ik niet allemaal niet zeggen. Oh nee. Waar kwam die vandaan dan? Aruba. Oh. Maar ik ben mijn kielman aan het smeren met mijn huidskleur, dus Oké. Hallo, oh, dat ben jij. Sinterklaas vindt het ook leuk. Ik weet echt niet wat ik nu aan het doen ben, maar goed. Zo, wie heeft Geer Goor aanstaan op de achtergrond? Nou, ik niet. Geer Goor. Nee, dat is heel Geer Goor niet. Wat is dan die klopje nou weer? Want het is nu weer weg. Saaiste ding. Boink, boink. Even wachten, mensen. Ik ga heel even switchen. Nu is het echt... Oh, hallo. Zijn we er weer? Ik wel. Ja. 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 Oh. Want mijn treinsimulator is afgekakt. Ja, ben je klaar? Mijn treinsimulator had het voor gezien. Oh, wie heeft hem weggeklikt dan? Ed? Nee hoor. Nee, ik ook niet. Huh? Hoe bedoel je, treinsimulator heb ik voor... Nou, jammer dit, Roy. Heb je nou een treinsimulator laten crashen? Oh nee, is er weer. Heb ik het gedaan? Ja, je hebt het allemaal gedaan. Jammer, Roy. We stoppen nu helemaal met de livestream. We hebben er helemaal mee gestopt. Heb ik het serieus gedaan, Ed? Ja, je hebt het gedaan. En Ed? Nee, hij doet het gewoon niet meer, die... Ja, toen hij moest switchen, we gebeurde. Sorry mensen, we gaan heel even offline.